Coach Paul van Vaak, goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het met je? Dat is natuurlijk de eerste vraag die we moeten stellen. Wel ja, ik heb toch een beetje van de COVID geweten. Niet heel erg ziek, maar een zware verkoudheid, laat het maar zeggen. Maar het gaat nu beter en beter. En woensdag zijn mijn 7 dagen isolatie achter de rug. En ja, ik zal donderdag terug in Yost United aanwezig zijn. Kijk, en ben je dan, hè, natuurlijk heeft je assistentcoach Jeroen van Vught het overgenomen de afgelopen dagen. Ben je trots op hem? Fier op hem, zoals je dat zegt op zijn Vlaams? Nou, ik ben fier op iedereen. Ik bedoel, wij zijn nu een periode aan het werken. Wij hebben nu 4-4. Je ziet heel veel jongens progressie maken. En ik heb dat ook nog zondag gezien. Dus dat zit goed in elkaar. Ik denk ook dat moet ik de samenwerking met Jeroen, hè, maar dat is niet nieuw. We hebben ook 2 jaar samengewerkt. Jeroen weet ook heel goed wat dat ik wil. Hoe dat ik wil dat er gespeeld wordt. En ja, oké. Zondag is die lijn doorgetrokken. Jongens hebben dat goed gedaan. Jeroen heeft daar op een correcte manier die wedstrijd begeleid. Dus dat is een goede stap die we maken. En ik denk dat Steve altijd zo'n beetje is, uit mijn ervaring gesproken. Nieuwe groep, jonge groep, daar ga je altijd een beetje zien. Oké, waar staat die groep in januari? Als je in augustus, september begint. Want dat is een heel proces. En het gaat vooral voor mij over het individuele. Maken spelers individueel de volgende stap in? 1. Voor hun eigen. 2. In de structuur en de manier van spelen. En als je dan kijkt naar ons manier van spelen vandaag, dan zie ik dat, ja, en ik kan eigenlijk zeggen, iedere speler die we hebben volgende stappen aan het maken is. En het beter en beter aan het doen is. En dat is een stuk in januari. Ik denk ook een ploeg is belangrijk die dat tijdens het seizoen groeit. Oftewel, heb jij in september een ploeg met allemaal spelers van 10.000 euro. En dan kun jij misschien eind september al, ik weet niet wat, in elkaar steken. Maar voor ons, en dat is ook denk ik de hele insteek en heel wat dat eigenlijk Yost United en heel Gelderland wilt, is jonge spelers de kans geven om te ontwikkelen. En ik denk, als je kijkt naar wat dat onze spelers aan het doen zijn, die zijn zich allemaal aan het ontwikkelen. En er is ook een stukje van het succes dat we hebben met 4-4 nu. Ja, zeker weten, Paul, natuurlijk wat je noemt. Hè? Je zegt het jonge talent de kans geven. Als ik dan kijk naar bijvoorbeeld een speler die, in ieder geval wat ik vond gisteren echt een hele mooie wijze opnieuw bovenuit stak, was Nesta Agassi. Nesta die natuurlijk hè, een basisplaats krijgt, onder andere door het, nou ja, door het uitvallen en door de blessure van Lucas Kissan? Dat weet ik nog zo niet. Dat weet ik niet. Kijk, je moet ook weten dat als het seizoen begint, dan moet je weten dat Nesta nooit 1 seconde op dit niveau gespeeld heeft. Mm-hmm. Maar niet 1 seconde, hè. Niet in Zwolle en niet in Groningen. En dan weet je dat die jongen moet die stappen moet maken. Maar als ik dan zie hoe dat die vent werkt en gedreven is en de energie dat hij brengt en de stappen die hij maakt naar zelfs scorend vermogen, niet alleen de energie, hij begint ook nog te scoren, hij verstaat. Dat is voor een groot stuk aan zijn eigen te danken, maar ook, denk ik, een stuk aan de ontwikkeling die dat wij met Yost United hem bieden in functie van individuele begeleiding. Want wij werken heel veel aan het individu. Want ik geloof er niet in om een ploeg, en zeker niet een jonge ploeg, tactisch constant andere dingen te gaan leren of proberen te laten spelen. Daar word je niet beter van.
En als ik zie hoe dat die jongen het nu doet, ja oké, in het begin van het seizoen natuurlijk, mogen we niet vergeten, Lucas, tot dan het voorval dat er geweest is, en verder wil ik daar niet over uitweiden natuurlijk, hè, dat is niet aan mij, ja, vond ik Lucas ook met zijn pick and rolls en vond ik hem ook niet verkeerd spelen. Maar natuurlijk, ja, nu, ja, Nesta neemt dat voor een stuk over op een andere manier, hè. Het is een heel ander type speler dan Lucas natuurlijk, maar brengt constant energie en ja, hoe moet ik zeggen, ik denk dat het een ongelofelijke speler is om naar te kijken. Nee, en dan spreek ik niet alleen over spelers met de stappen die hij maakt, maar ook aan zijn inzet en zijn attitude en hoe dat hij op dat veld staat. Ja, dat is mooi om te zien, hè. Absoluut. En natuurlijk, ik ga er ook maar aan staan. Als je kijkt, natuurlijk, Nesta is ook niet, ja, goed, voor basketbalbegrippen niet de grootste. Hè? Om dan toch in zo'n wedstrijd tegen Ajax. Mag ik hier even onderbreken? Kan je even onderbreken? Als ik mag, Steven. Zeker. Het is niet hoe groot je bent, maar hoe groot dat je speelt. Je kunt dat ook in het Engels vertalen. Kijk naar Dennis Rodman. Ja, absoluut. En kijk ja. naar andere spelers. Ik heb ooit een speler in Willebroek gehad in het begin van mijn carrière. Ondertussen meer dan 30 jaar geleden. Claudius Johnson kwam van Weert. Claudius was 1,96 meter, maar hij vermoorde iedereen in zijn. Ja, absoluut waar. Hè? Maar het is natuurlijk wel, hè, dat vraagt ook een ander type spel en een ander type inzicht. En dat heeft Nesta in ieder geval gisteren ook heel mooi op het veld laten zien. Ja, zeker. Nog even een andere speler, Paul, hè, waar ik het graag even met je over wil hebben, is toch ook je captain, Nate Britt. Wat ons eigenlijk opvalt, ook als we naar de statistieken kijken, is dat hij steeds minder scorend nodig is. En eigenlijk steeds meer mensen zoals een Caleb Warner, die gisteren geen bal heeft gemist, in stelling brengt. Hè. Dat resulteert ook in die 12 assists. Is dat ook een iets waar je met hem individueel veel aan hebt gewerkt? Ja, daar praten wij over. Maar kijk, dat is nog zoiets. Ik denk dat iedereen, zowel Caleb als Jet en Fur en Bob en Nesta, en noem ze allemaal maar op, dat allemaal, hoe moet ik het zeggen, dat die het nodig hebben om aan de manier van spelen gewoon te geraken. En wat is belangrijk in de manier dat wij proberen te spelen is, we geven hun een bepaalde vorm van vrijheid, maar in een structuur. En dat is niet altijd zo eenvoudig. Je kunt ook aanvallen lopen, maar dat is niet het basketbal van vandaag, dat is het basketbal van 20 jaar geleden, waar dat je probeert iemand in stelling te brengen. Maar wij proberen iedereen mee te laten spelen. En in het begin is dat voor sommigen verantwoordelijk het krijgen op de juiste manier de correcte shots, en dan bedoel ik met shotselectie en zo verder, maar als ik dan zie hoe een Caleb en een Jet progressie maken en een Bob, en dan wordt het voor een echte point guard zoals Nate ook veel makkelijker. Maar wat is volgens mij een heel belangrijk stuk aan een zeer goede point guard is, oké, in eerste instantie moet hij de andere spelers beter maken, en wanneer het misschien money time is en het lukt niet, dat hij zelf zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Maar dat is voor iedereen een beetje zoeken. Vergeet niet, wij zijn in september begonnen met deze bende, met toch een, ja, toch wat problemen, zal ik het maar zeggen, hè, die dan niemand onder controle had en in de hand had. En als je ziet hoe dat we nu spelen en de shots die we creëren en het samenspel, het kan nog beter, hè. Maar zowel aanvallend als verdedigend vind ik dat wij echt grote stappen gemaakt hebben. En hier is Nate een zeer belangrijke speler. En hier laat Nate ook zien van welke school dat hem komt. Hè. En ook, hoe moet ik zeggen, onvoorstelbaar leergierig, hè, Nate. Hè, om ook proberen te doen wat wij van hem vragen. Ja. Als ik dat zo mag samenvatten, Paul, hè, dan spreek ik nu gewoon met een hele tevreden coach die gisteren ook stiekem wel een beetje heeft genoten van de wedstrijd. Maar tuurlijk, zeker en vast. Ik ben heel blij en ik ben ook fier op de spelers en op heel de groep, ook op de coach en ook op René, waar dat ik tijdens de wedstrijd toch wat contact heb mee gehad. Dat was ook afgesproken zo.
En dat dat ook op bepaalde momenten een beetje opgevolgd is. Ik denk, kijk, wij zijn met Joost United een familie die wilt groeien. En ik denk dat we dat ook aan het doen zijn. We vertrouwen elkaar, dat is gisteren ook bewezen. En zo moeten we gewoon verder gaan. Ja, daar gaan we voor. En dan Paul, zondag weer gewoon met jou vertrouwd langs de lijn in een andere grote wedstrijd, hè, die tegen Basketbalacademie Limburg. Wel ja, een wedstrijd voor de wedstrijd. Hè. Het zijn er niet veel meer. En ik denk, dat de focus moet zijn om, en dat zou super mooi zijn voor deze bende, met al de problemen dat we gehad hebben, vergeet ook niet. Hè. Gisteren heb ik een paar keer gehoord, momentums. Uh-huh. Ja, ik begrijp dat ook wel, maar je moet ook eens kijken naar die kleine rotatie die dat wij hebben voor het ogenblik. Hè. En dat het dan toch logisch is dat er op een zeker moment meer dan één speler doorzit of niet de energie meer kan brengen die het hem normaal brengt. Het uitvallen van Lucas. Jaro, hij speelde wel niet veel, maar je kunt hem helemaal niet meer gebruiken nu, toch ook misschien een week of twee of drie. Ja, dus dat speelt een beetje mee, maar dat is het mooie aan de groep. Dat is dat ze blijven knokken en dat is niet de eerste wedstrijd, dat is al wedstrijden lang. Kijk maar hoe diep dat we gegaan zijn in Donar bijvoorbeeld. Ik ben zeker heel blij in de progressie die we allemaal samen maken. En ik hoop voor gans Gelderland en Joost United dat er morgen publiek mag zijn. Want als we dit kunnen blijven brengen, dan ben ik ervan overtuigd dat de mensen gaan stormen om te mogen naar wedstrijden van ons te mogen komen kijken. En neem nu dat we die zesde man in de kooi ook nog kunnen krijgen. Ja, dan maken we nog eens een extra stap, geloof in dat ik zeg. Absoluut. Zullen we dan nu de afspraak maken, Paul, dat als er morgenavond op de persconferentie gezegd wordt dat er zondag publiek bij mag, dat we alle Gelderse basketballers gratis uitnodigen om die wedstrijd te komen kijken? Dan mag graag, je toezeggen. Ja, graag. Dat mag van mij. Ik wil dat de zaal vol zit. En ik vind ook dat wij dat verdienen. En niet alleen wij. Hè. Ik vind heel Joost United, met al het werk dat ze gedaan hebben in de kooi, daarnaast het engagement, de uitstraling, dat wij allemaal verdienen om een volle zaal te hebben. Nou, daar gaan we voor. Dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten. Paul, dankjewel. Okay. Succes nog in je laatste isolatiedagen en we zien je zondag weer bij de wedstrijd tegen Limburg. Dank je. Dankjewel.